van Westerwolde. Dit is GNA Media Nieuws. Het jaarlijks paasvuur in Vlagwedde, daar keken de laatste dagen weer veel kinderen naar uit. Op deze eerste paasdagavond konden belangstellenden tot 6:30 bij loonbedrijf Jansen aan de Wollinghuizenweg fakkels kopen. Moet je deze paas wel in? We lopen straks naar de paasbult. Ik denk dat het is daar een beetje modderig, dus ik hoop dat jullie allemaal laars aan hebben. Ja. De steking is straks over. Het verkeer wordt straks een beetje tegengehouden. We hebben vlak bij de paasvuur staat een vuurkorf. Daar kunnen jullie straks de fakkels ontsteken. Dan wachten we even op elkaar. En dan gaan we collectief steken we de paasbul aan. De afgelopen 3 dagen dat het landbouwterrein op de Achterweg was opgesteld voor het brengen van snoeihout, was de paasbult enorm gegroeid. Nadat iedereen was aangekomen en zijn fakkel had aangestoken bij de vuurkorven, mocht iedereen zijn fakkel in de paasbult gooien. Het duurde wel even voordat de vlam er goed in zat, maar daarna konden de aanwezigen genieten van gezellig paasvuur. Ook een hapje en een drankje ontbraken hierbij niet. Dit alles werd georganiseerd door buurtvereniging Vlagwedde Veldhuis Renneborg in samenwerking met loonbedrijf Gebroeders Jansen en akkerbouwbedrijf GT Gottlieb Schuitema.